In de periode waarin het Ruthuische handschrift in Brugge werd vervaardigd, telde de stad zo'n 45.000 inwoners. Daarmee was het niet eens de grootste stad van Vlaanderen. Gent had bijvoorbeeld meer inwoners. Maar Brugge was wel de belangrijkste en meest welvarende stad. De stad was internationaal georiënteerd, een centrum van de toenmalige handel en het bankwezen. En ook een plaats waar luxe in overvloed voorhanden was. Middeleeuwse reizigers bejubelden Brugge als de mooiste plek die ze ooit gezien hadden. En ze beschreven de enorme overdaad aan producten die er te koop was: kruiden uit het oosten, sinaasappelen uit Spanje, bont uit het noorden en de beste stoffen uit Vlaanderen zelf. Brugge was een metropool waar de Bourgondische adel, Kooplieden uit heel Europa en virtuoze ambachtslieden elkaar westen te vinden. Medelijos Brugge is wel getypeerd als de cradle of capitalism, de wieg van het kapitalisme, en het was tegelijkertijd een broedplaats van cultuur. Niet vreemd, want het grootkapitaal van die jaren wist Brugge te vinden. En ook de Borondische hertog verbleef er vaak met zijn hele hofhouding. Op zo'n plek was er ook volop ruimte voor schilders, edelsmeden, wevers, borduurwerkers, kopiisten en andere producenten van luxe goederen. In die omgeving vinden we de mensen die betrokken waren bij het ontstaan van het Rutische handschrift. Tegenwoordig zijn onderzoekers het er zo goed als over eens dat het Gruthuze-handschrift het product is van de samenwerking van drie sleutelfiguren. Jan van Hulst, de dichter van het Gruthuze-handschrift, was klerk van de Vierschaar, een soort rechtbank. Hij trad met vrienden op voor de hertog en hertogin, voerde allerlei opdrachten uit voor het stadsbestuur. En was organisator van diverse culturele activiteiten. Jan Moritoen, de vermoedelijke meestenas of financier van het handschrift, was een vermogende handelaar, een invloedrijk bestuurder en lid van een prestigieuze religieuze broederschap. Egidius, de zanger die beklaagd wordt in het beroemde lied Egidius, Waar best u bleven. Heeft in de prachtige kapellen van de stad gezongen en stond in nauw contact met internationaal vooraanstaande muzici en met een vooraanstaande Brugse familie, als hij daar zelf al niet toe behoorde. Hun levens, waarover in de Brugse archieven verrassend veel te vinden is, speelden zich af in het hart van de metropool Brugge. De teksten in het handschrift laten dat heel goed zien. Er is geen andere verzameling teksten uit de Middeleeuwse Lage Landen die zo verbonden is met de plaats van ontstaan. De stad Brugge speelt meer dan een bijrol in de teksten van het Griechische handschrift. Allerlei herkenbare plaatsen binnen en buiten de stad vormen het decor van de gedichten en liederen. In een van de gedichten dwaalt de hoofdpersoon door de weiden buiten de muren van Brugge. En in een ander gedicht komt een kluizenaar die buiten de muren woont naar de stad toe. Een van de gebeden is een pelgrimsgebed van het gezelschap dat zich heeft gewijd aan onze lieve vrouwen van Hulsterlo. Ze bezoeken jaarlijks een kapel buiten Brugge. En het gebed verwijst naar die pelgrimage. Jan Moritoen was een van de leden van het gezelschap en kan de pelgrimstocht dus zelf meegemaakt hebben. In een liedje gaat het over de op seks beluste kapelaan van Oedelem, een dorp op 10 kilometer van Brugge, die aan een Brugse kerk verbonden was. In een ander lied gaat het dan weer over de Brugse gevangenis. En het Kerelslied, een van de bekendste teksten uit het Grutuse handschrift, is geschreven naar aanleiding van gewapende schermutselingen tussen Gentse opstandelingen en de Brugse milities. De tegenstanders worden bespot door ze als onbeschaafde sukkels af te schilderen. Ze zijn het volkomen tegendeel van de mensen rond het Grutuse handschrift zelf, die zich presenteren als toppunt van verfijning en beschaving. Ze weten dat ze aan hoge normen moeten voldoen om zich te handhaven in de handelsmetropool Brugge. In het persoonlijke leven is er de voortdurende spanning tussen het deelnemen aan de macht en het leven in rijkdom tegenover de zorg voor het zielenheil. De verleidingen van de wereld en de zorg om goed te leven. Staan op gespannen voet. In het gedicht over een jongeling en een kluizenaar zoekt de jonge man rust in een wandeling. Hij is vulder wereldlusten, belust op wereldlijk genot, maar weet wel dat het zo niet verder kan. Buiten de stad treft hij een kluizenaar aan die hem vraagt: Waar kom je vandaan? Wat is er? Heb je de streng gevast? De man zegt dan. Van vastene heren, dan pleeg ik niet. Ik pleeg ook u me te lezen iets, Maar waken, brasseren, gezelschap goed. Dat is dat mij wandelen doet. Ofwel, vasten Heer, daar doe ik niet aan. En lezen is ook mijn ding niet. Lang doorhalen, geld verbrassen, goed gezelschap, dat doet me ronddwalen. Wat hoor, kind? antwoordde de kluizenaar. Waar bieden u dat? Vader, ik woon al binnen de stad. Het leven in de stad is blijkbaar slecht voor de gemoedsrust en het zielenheil. De zorgen van de jongeling in dit gedicht lijken soms wel op die van de moderne mens op zoek naar mindfulness. Al is hij er niet op uit om zichzelf te ontdekken. Maar is gij eerder op zoek naar God? Jan van Hulst en zijn vrienden maken zich niet alleen zorgen om de individuele Bruggelingen. Ook het lot van de stad als geheel gaat hen ter harte. Daarover gaat het in het bijzondere gedicht over de zeven poorten van Brugge. Ook hier treedt een kluizenaar op als moreel geweten. Voor de Happy Few van Brugge. Hij heeft zijn kluis verlaten en bezoekt samen met twee vrienden de stad, die hij typeert als een vreugdevolle fontein. Hij is aanwezig bij de nieuwjaarsviering van het toernooigezelschap van de Witte Beer. Daar ontmoet de Brugse elite elkaar. De kluizenaar. Richt zich tot de zogenaamde Koning van de Witte Beer, de leider van het toernooigezelschap. Het gaat bergafwaarts met de stad, heeft hij geconstateerd. Het ontbreekt de mensen aan naastenliefde en er heersen afgunst en nijd. Hij is naar de stad gekomen om nog eens te wijzen op de waarden die de stad zou moeten belichamen. Om dat duidelijk te maken, biedt hij een maquette aan een model van Brugge met de muren, torens en poorten. Elk van de recent herstelde poorten krijgt een letter. En de zeven poorten en dus zeven letters samen vormen de naam Brugge. Elk van die letters staat voor deugden of goede eigenschappen als broederschap, wijsheid, standvastigheid of eendracht. Als iedereen daarnaar leeft en als de stedelijke gemeenschap die deugden uitdraagt, komt het goed met Brugge. Hopelijk willen jullie mijn geschenk in dank aanvaarden, zo besluit hij. En laten we nu wijn drinken. Dan willen we lopen met er spoed ter hermitage weder te hader. Ik bid de Gode, den hemelse Vader. Dat hij ons ander jaar laat te verzamen, beter en de zaliger, in zierenamen namen. Of in vertaling? Dan gaan we weer snel terug naar onze kluizenaarswoning. Ik bid God, de Hemelse Vader, dat Hij ons volgend jaar in Zijn naam laat samenkomen onder betere en meer gezegende omstandigheden. Brugge had een moeilijke periode achter zich. De oorlog met Gent had zijn sporen nagelaten en de vestingswerken waren voor een belangrijk deel verwoest. Jarenlang was er nauwelijks iets gebeurd, maar rond 1400 werd het herstel eindelijk aangepakt. Tegen de achtergrond van dat herstel en het bijbehorende gegroeide zelfvertrouwen is het gedicht te begrijpen. De boodschap is een stad Zelfs een welvarende stad als Brugge heeft meer nodig dan alleen muren en poorten om beschermd te zijn. Vooral het morele leven moet in orde zijn. De deugden zijn nog belangrijker dan de zeven poorten waarmee ze verbonden zijn. Brugge was een wereldstad en de verleidingen waren groot. De teksten in het Grutuze handschrift laten zien. Hoe aangenaam het daar is. Het bevat liederen om in vreugde samen te zijn en wijn te drinken. Maar er staan ook gedichten in die waarschuwen voor de verleidingen van dat leven. Zij wijzen de weg naar het heil in een stad, waar alles wel goed lijkt, maar waar de zonde en de wereldlijke verleiding om de hoek schuilen.